Welkom bij de Growing Green Bridges Hackathon. We zijn van hier vandaag bij Vis-a-Vis in Almere om te kijken naar de toekomst van de bruggen voor de Floriade. Het doel van deze hackathon is om tot inzicht te komen waar die bruggen aan moeten voldoen. Wij zijn momenteel bezig om te kijken wat we met bagger kunnen doen en hoe dat in de openbare ruimte eventueel gebruikt kan worden. En circulariteit is iets waar wij dagelijks mee bezig zijn. Ja, ik vroeg me af, hoe wordt daar hier op de Floriade mee omgegaan? We zijn net naar het bos geweest en hebben we eigenlijk gezien hoe die brug dan erin komt en hoe ze op een bijzondere manier dat de huidige bomen die er al stonden integreren in het ontwerp. Ik denk dat het ook heel leuk zou zijn als er een beweegbare brug op het Floriadeterrein terecht zou komen en dat die dat het een duurzame brug zal zijn. Het belangrijkste is eigenlijk dat je ziet dat de crux waarschijnlijk zit in het samenbrengen van verschillende wetenschappen. En dus ik kom echt uit de constructiewetenschap, om het zo maar te zeggen. En als je het verhaal hoort wat je allemaal kan doen met biotechnische innovaties, dan denk ik van nou, daar zit volgens mij de oplossing. Om meer zicht te krijgen op wat die inzichten nu eigenlijk betekenen, vroegen we iedereen om in een minuutje te tekenen, te schetsen, erbij te schrijven wat zijn nu de beelden die je bij dit inzicht hebt. En uiteindelijk al die beelden samen voegen we tot één grote tekening die een inspiratiebron gaat vormen voor de provincie en gemeente. De inzichten die we vandaag hebben opgedaan en de concepten die we bedacht hebben, die geven we mee aan de organisatie, de provincie en de gemeente. En zij kunnen daarmee aan de slag voor de drie bruggen van de Floriade. En daarom is dat netwerk wat vandaag een eerste stap naar gezet is ook daarom zo belangrijk.